Ja, wij hebben CITO. En dat lijkt me wel, ja, wel leuk. Want tussendoor hebben we pauzes en dat soort dingen. Ruim 3000 Zeeuwse basisschoolleerlingen uit groep 8 beginnen dinsdag aan de CITO-toets. De uitslag is mede bepalend voor het studieadvies dat ze van school meekrijgen. De beide Meidoorn in Nisse wordt daarom al hard geoefend. Ik vind het wel heel spannend, omdat ik ook wel vind dat het eigenlijk heel belangrijk is voor je school waar je later naartoe gaat. Oké, ik heb me ook niet echt voorbereid, maar ik ga gewoon heel erg mijn best doen en meer dan mijn best kan ik toch niet doen. Uiteindelijk moet de CITO-toets niet overschat worden, want ze laten al 8 jaar lang zien wat ze kunnen en het is maar een momentopname.